Vorig jaar kwam Mercedes met een compleet nieuwe E-klasse. Ja, die auto die is zo goed, die legde de lat voor de concurrentie meteen een flink stuk hoger. Nou, nu komt BMW met een antwoord in de vorm van de nieuwe 5-serie. En dat is ook een hele goede auto. Maar de vraag is natuurlijk, is die auto ook zo goed dat hij de rol van benchmark kan overnemen van die Mercedes? Nou, dat gaan we uitzoeken in een directe confrontatie. Om aan de bovenkant van de markt mee te kunnen spelen, ja, dan moet je je zaken natuurlijk heel goed voor elkaar hebben. Ja, daar zijn ze zich bij BMW absoluut van bewust. Dus die hebben ook echt best hun huiswerk gedaan. Dat lijkt absoluut als we in deze auto stappen. Nou, om te beginnen, door veel aluminium toe te passen, heeft BMW de auto bijna 100 kilo lichter gemaakt dan zijn voorganger. En daarmee is de auto ook bijna 50 kilo lichter dan de Mercedes E-klasse. Stappen we in, dan zien we eigenlijk alleen maar mooie materialen. Schitterend leer, prachtig gelakt hout. Ja, afwerking is absoluut van topniveau. En ongeacht je lengte is het geen enkel probleem om een fijne zitpositie te vinden. Tenminste voorin. Achterin is het een klein beetje minder. En dat komt voornamelijk door de aflopende daklijn. Die auto's die beginnen allemaal steeds meer een coupé-lijn te krijgen. Waardoor je misschien een beetje snel met je hoofd tegen de hemelbekleding aan zit. Maar goed, dat is een detail. Voorin is het in ieder geval helemaal in orde. Ik ben zelf 1,98 en ja, aan alle kanten meer dan genoeg ruimte. Ja, dit is wat je wil. Om het leven aan boord zo aangenaam mogelijk te houden, heeft BMW de auto voorzien van een hele batterij hulpsystemen. Sommige optioneel, sommige standaard. Een hele fijne is bijvoorbeeld de rijbaanassistent. Die houdt je keurig op het spoor. Je kent dat natuurlijk al, net als de actieve cruise control. Het enige wat ze nog niet hebben is dat je ook met een tik op de richtingaanwijzer automatisch van rijbaan verwisselt. Maar goed, daar zijn ze wel mee bezig bij BMW, dus dat gaat nog komen. De bediening van al die systemen, ja, daar hebben ze ook allerlei knopjes en toetsen voor. Maar dat kan tegenwoordig ook met gebarentaal. Wanneer ik onder de spiegel met mijn hand een rondje draai, dan gaat bijvoorbeeld de stereo wat harder of zachter. En maak ik een swipebeweging met mijn vingers, dan kan ik de telefoon opnemen. En dat is de kant die het uitgaat en die kun je hier al krijgen. We zijn nu onderweg met de 520D. En dat betekent onder de motorkap BMW's 4-cilinder dieselmotor. In dit geval goed voor 190 pk. En die werkt samen met de achttrapsautomaat van ZF, een goede bekende. En die twee vormen samen een ontzettend prettige aandrijflijn. Mooi comfortabel, vrij rustig. En druk ik op de sportknop, dan wordt de hele aandrijflijn een stuk alerter. Zonder dat het nou meteen nerveus wordt, reageert hij lekker scherp op het gaspedaal. Ja, dat is gewoon echt des BMW zou je bijna zeggen. Het onderstel van de vorige generatie vonden we comfortabeler dan dat van de generatie daarvoor. En ja, dat hebben we nu eigenlijk weer. Het onderstel van deze auto dat is ja, toch weer net een stukje comfortabeler dan zijn voorganger. En ja, daarmee lijkt BMW steeds dichter tegen Mercedes aan te schurken op dat vlak. Maar mocht het erop aankomen, dan laat de auto je absoluut niet in de steek hoor. Ga je bijvoorbeeld heel snel een bocht in, ja, dan geeft hij gewoon thuis. Niks aan de hand. En dan merk je gewoon dat die auto ja, toch weer ietsje lichter is geworden. Gaat hij lekker lichtvoetig de hoek om. En ja, dat is allemaal levensvreugde en levenslust. Puur enthousiasme. Echt BMW, zeg maar. Stappen we over in de Mercedes, ja, dan merk je ook meteen dat je binnenkomt aan de bovenkant van het automobiele spectrum. Het is hier ook helemaal keurig voor elkaar. Mooie materialen, schitterend leer met nette stiksels. Op de middenconsole zien we pianolak. Dat is misschien een beetje gevoelig voor vette vingers en stof, maar het is mooi. En op het dashboard zien we hout met een mooie nerf erin. Ja, dat hebben ze prima voor elkaar. Op het dashboard zien we een heel breed beeldscherm. En het gedeelte recht voor me, ja, dat is, wordt in het instrumentarium op geprojecteerd. Het gedeelte daarnaast, ja, daar zien we alle functies voor het infotainment systeem, multimedia. De bediening van de E-klasse gaat ook vrij intuïtief.
En waar BMW dan het grapje heeft waar je de systemen kunt bedienen met je vingers, daar heeft Mercedes touchpads op het stuur. Ja, werkt ook prima. Deze auto is voorzien van een cruise control die automatisch afstand houdt tot zijn voorganger en de auto ook automatisch binnen lijnen houdt. Dat hebben we natuurlijk wel vaker gezien, maar het is natuurlijk wel de uitvoering waar het om gaat. En dat hebben ze bij Mercedes heel goed voor elkaar. De auto blijft keurig in het midden van de rijbaan. Hij zoekt geen lijnen op, maar mooi stabiel rechtuit. Of de bocht om, afhankelijk van wat je route is natuurlijk. En de afstand houden tot de voorganger, dat gaat ook heel vloeiend. Echt op een hele natuurlijke manier, zoals je het zelf ook zou doen. Ja, dat hebben ze heel mooi voor elkaar. Verder is deze auto in staat om automatisch van rijbaan te wisselen. Geef ik een tikje tegen de richtingaanwijzer, schuift hij vanzelf een rijstrook op. Dat heeft de BMW dan weer niet. Bij de BMW hebben we een sleutel gezien met allemaal mogelijkheden om systemen te bedienen. Nou, bij Mercedes doen ze het net andersom. Die hebben extra functionaliteit in je telefoon gestopt. Als je tenminste over het goede toestel beschikt, want met een iPhone werkt het niet. Maar dan kun je met je telefoon de auto openen en de motor starten zonder dat je een sleutel op zak hoeft te hebben. We zijn onderweg met de E220D en dat betekent net als bij de BMW dat onder de motorkap een 2 liter 4-cilinder dieselmotor zit. En die motor die is beduidend stiller dan zijn voorganger. En hij komt ook net ietsje rustiger over dan de motor in de BMW. En samen met de 9-traps automaat van Mercedes zelf, ja, is dat een ontzettende comfortabele aandrijflijn. Maar als het moet en je geeft hem flink op zijn donder, dan is hij ook nog ietsje sneller dan de BMW. Maar goed, dan hebben we het wel over getallen achter de komma. Zitpositie vinden is ook in deze auto absoluut geen probleem. Er is meer dan genoeg ruimte, ook als je wat langer bent. En achterin, ja, is er net ietsje meer ruimte dan in de BMW. Dus deze slag is voor Mercedes. Nou, zoals ik net al zei, het onderstel van die BMW, dat is iets comfortabeler geworden. Maar eerder wie hier toe komt, het is nog net niet zo comfortabel als het onderstel in de Mercedes. Het onderstel van de BMW zit net iets meer dynamiek in. Het staat wel tegenover dat de besturing van de Mercedes net ietsje prettiger is. Net ietsje directer. Als ik het kort samen mag vatten op dit vlak, dan is de BMW comfortabeler dan dat de Mercedes dynamisch is. BMW heeft alles uit de kast getrokken om de 5-serie verder te verfijnen. Nou, en daar zijn ze ook absoluut in geslaagd. Zeker. Het is niet zo dat ze daarmee ook Mercedes een grote stap voorbij zijn. Dat dan weer niet. Zeker niet. De verschillen tussen de twee auto's zijn minimaal. Het gaat om nuances. Wellicht dat de doorslag voor jou persoonlijk je relatie met de dealer is of de merkbeleving. Maar veel meer is het niet.